heb al heel voetbalverleden achter de rug, in het buitenland gespeeld onder andere, in Turkije. Wat leer je daarvan? Je wordt er harder als mens, als persoon. Wordt er volwassen van, want je bent toch in een ander land, andere cultuur, andere mensen. En ik moet zeggen dat ik er heel veel van geleerd heb. En het was natuurlijk niet wat ik vooraf op gehoopt had. Laat dat duidelijk zijn. En ik ben met intentie weer teruggekomen om, om gewoon te vlammen. En dat heb ik wel aardig laten zien. Je hebt een neef, die heeft bij Ajax gevoetbald. Die heb je een keer zijn leven gered. Kun je dat kort vertellen? Dat zijn emotionele dingen en ik wil er liever niet over praten. Op 14-jarige leeftijd stapt Roland Alberg, niets vermoedend, met zijn neefje Lorenzo Ebesilio bij de tandarts naar binnen. Kort na de behandeling van Ebesilio gaat het fout. Hij raakt door een verdoving in shock en buiten bewustzijn. En we moesten hem reanimeren samen met de tandarts en mijn zusje was erbij. En vervolgens kwamen mijn zus en broers kwamen in de ambulance natuurlijk. En het was gewoon een vervelende periode. Het geeft wel aan, denk ik, nog meer als zoiets gebeurt, hoe hecht jouw familieband is. Ja, zeker. Ik ben ook gewoon een familiemens. En ik ben natuurlijk zijn oma, ik zie hem gewoon als mijn broertje. Het is... ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag ben ik er gewoon niet bewust van dat het gewoon is gebeurd. En... maar goed, het is wel gebeurd en het leven gaat ook door. Ja. Waar gaat het eindigen wat jou betreft? Waar staat ADO Den Haag aan het eind van dit seizoen? Ik denk dat het, natuurlijk hopen we het, maar dit jaar niet mogelijk is. Maar ik denk als we gewoon een mooie serie nu neerzetten en goed afsluiten. En dan volgend seizoen Europees voetbal. Verstond ik dat goed? Europees voetbal, ja.